Ik had nooit dat soort bedragen gezien. Dat moest ik allemaal leren. En dat was ook onderdeel van waarom ik het altijd zo naar mijn zin heb gehad als ondernemer: constant zeg maar, jezelf ontwikkelen. En, en een beetje Pipi Lankaus, ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het wel kan. Hij bouwde start-ups, uh, verkocht start-ups, uh, verdiende daar ook behoorlijk wat geld mee. En dus investeert hij nu ook in start-ups met een eigen VC-fonds. Werk jij nou aan een start-up en wil jij de kneepjes van het vak leren? Of ben je gewoon geïnteresseerd in die waanzinnige wereld van start-ups? Blijf dan vooral kijken. Welkom bij CVD-TV. Hij is mijn gast, Paul Veuge. Uh, van welkom, Paul. Dankjewel. Um, Straks over je laatste project, als een soort cliffhanger. Want uh, detail is je nieuwe ding. Uh, daar ben je behoorlijk actief mee bezig. De ik wereld kom van in video. deze studio helemaal thuis. We <laughs> hebben hem wel volledig geanalyseerd. En ik doe het niet slecht, hè? Nee, zeker niet. Ik ben heel erg onder de indruk. Oké, okay, okay, nou, dat wil... had ik al gezien in de beelden. dus. Ja, precies. Dat kon je al een beetje van afstand zien. Straks alles over detail en wat dat precies inhoudt. Maar het leek mij leuk om. Uh, ik introduceerde je al als. Ja, ik weet niet zeggen, Mr. Startup. Maar je hebt daar behoorlijk wat meters gemaakt in die wereld uh, volgens mij. Begin eens bij het begin. Oef. Ik ben pro. Ik, ik grap altijd dat ik pronkelijk ondernemer ben geworden. Dus ja. ik ben tijdens mijn studententijd begonnen. Met mijn eerste bedrijf. Dat heette Jeze uh, met Jusabella maakten we feedback uh, knoppen eigenlijk heel, heel erg kort. Ja. Je ziet vaak van die kleine feedback knopjes aan de zijkant van een webpagina. En daar oh. zijn we 15 jaar geleden mee gestart. Je zegt het bijna met schaamte op je gezicht. Van... Nou ja, ik moet altijd even nadenken. Ik word zelf natuurlijk ook ieder jaar een jaartje ouder. Dus ik begin dan met die introductie. En ik moet mezelf vaak presenteren. Meestal in het Engels. En ja. dan is het vanaf 14, 15. 15 shit, ja, 15, 15, jaar 15 jaar geleden. geleden? Ja. Uh, 15 jaar geleden als student. Um, op mijn studentenkamer. Ik moest een groepsopdracht doen. Uh, voor uh, de opleiding bedrijfscommunicatie en digitale media. Ja. En de opdracht was om een webpagina van concepten te, te testen en te verbeteren. En ik keek naar de oplossingen destijds. usability, labs, fysiek onderzoek, ja, mensen uitnodigen. Ik denk, ja, ja jeez, dat ga ik niet. Uh, ik ga niet 15 mensen interviewen en al die informatie verzamelen. Nee. Uh, en dat werd per ongeluk met onderneming. Maar uh, hoe uh, was jij techie, in de zin van dat jij zelf iets kon bouwen? Of hoe werkt dat dan? Uh, ik ben twintig jaar of nee, op mijn veertiende, volgens mij, vijftiende ben ik begonnen met uh, het bouwen van webpagina's. Omdat dat is net als dat je nu. Uh, Gaat dropshippen of een YouTube-kanaal starten. Of, met, met, uh, maken, of ja. met video als video-creator aan de slag gaat. Uh, ging ik op mijn 14e, 15e begonnen met het bouwen van webpagina's. deed jij echt hardcore gewoon HTML en code en zo? Of was jij zo'n Dreamweaver typje die dan. Uh, nee, ja, ik was echt. dat is inderdaad de tijd van Dreamweaver en de. What you see is what you get, editors. Dus ja. um, so ik zat altijd een beetje op snuivlak van design en uh, bouwen. Um, dus ik ben zeker heel technisch geworden door de jaren heen. En ik heb nooit een technische opleiding gedaan. Ik studeerde op de reiscommunicatie. Ja, dus mijn vrienden grapt altijd dat het geen opleiding was. Ja. Um, maar ik ben wel altijd de, de, de techniek ingedoken. En ik kan nu ook redelijk... Scripten slash programmeren. Yeah. Um, ik ben inhoudelijk uh, kan ik zeker meediscussiëren met onze engineers op het team. Um, ja. En ik kan ook zeker um, meedenken over wat de oplossingen zouden kunnen zijn. Ik denk dat dat ook een van de dingen is waarmee ik als ondernemer altijd, ik heb altijd op snijvlak gezeten van techniek en uh, het oplossen van problemen. Ja. Um, dan kom je op zo'n ideetje. En dan ga je dat in elkaar hacken, moet ik het zo zien, een beetje. Ja, letterlijk. En toen, wat gebeurde er ja. toen? Want het ja, was toen, eigenlijk voor eigen gebruik, zeg je, of niet? Ja, nee, ik moest het groepsopdracht doen. Dus ik dacht, ja. ik, ga, ik bouw een eerste prototype of een concept om uh, proberen informatie te verzamelen over, over een concept. En uh, die informatie verzamel ik een soort van in een spreadsheet. En die ja. spreadsheet, daar heb ik vervolgens een scatterplot van gemaakt. En dat werd al heel snel. Visueel, kon ik daar een soort van heatmaps van maken. Dus dan leek het op een heatmap. Ja. Dus als je transparantie in het scatterplot uh, toepast en vervolgens sprak ik een, uh, een bevriende ondernemer. Ik ging in het trein vanuit Tilburg dus waar ik studeerde uh, naar Utrecht uh, naar Ruben Timmerman uh, en die uh, bouwde op dat moment ook aan zijn eigen eerste bedrijf en dat was de uh, EduHub dus een verzamelsite yeah. voor opleidingen. Yeah. Ja. En die zei, ja, je moet hier een SaaS-product van maken. En ik denk, SaaS? Wat is, wat, wat is SaaS? Software as a service. Maar dan was hij zijn tijd aardig vooruit. Hoor. Ja, dat was in de tijd van, je had toen basecamp en een aantal bedrijven. Het ja. is, is 15 jaar geleden, dat is een hele andere tijdgeest. Ja. Um, en vervolgens heeft mijn uh, destijds vriendin, uh, nu nog steeds uh, vrouw, uh, haalde mij over om, um, uh, om mee te doen aan een summer school voor ondernemerschap. omdat die werd georganiseerd rondom de universiteit. En dat was een soort van landelijke compet competitie... waarbij je een businessplan uit moest werken. En ik denk, ja dat is dan in ieder geval een, een week... waarin ik geforceerd word om hier aan te ja. werken... En, en dat uit te werken. En die Summerschool ondernemerschap, die won ik. en Dus ik won de pitchcompetitie eigenlijk. Met je eigen product? Met mijn eigen product. En dat betekent dat ik 5000 euro... wat voor mij destijds een enorme smak met geld was... als ja. student al helemaal. Um, <laughs> en dat was de start van mijn onderneming. En van die 5000 euro heb ik... Uh, mijn eigen computer gekocht, een dus eigen ja. laptop. Want ik werkte voor een internetcommunicatiebureau, dus dat was materiaal. Hij dus mijn eerste Mac uh, daarvan gekocht en de eerste engineer ingehuurd uh, om dat prototype verder uit te werken. En ook oh, dus helemaal ingehuurd als freelancer? Ja, ja dus ja, ja. echt uh, freelancer die aan de slag ging om het idee verder uit te werken samen met mij. En voordat ik het wist, zat ik op een, in een kantoortje op de universiteit in het studentenondernemerschap, ondernemerscentrum. Uh, en werd ik ondernemer, dus ik, ja, ik werd eigenlijk echt pronkelijk. Uh, en wanneer had, wanneer had je voor de eerste keer het gevoel van dit zou wel eens best groot kunnen worden? Wanneer ontstond dat? Uh, ik denk toen ik, ik kan nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment wat interviews deed met uh, Nederlandse media. Dus ik via Ruben ook deden de eerste test en publiceerde het resultaat en ik probeerde wat blogposts daarover te schrijven. Mm -hmm. Um, ik probeerde eigenlijk een soort van mijn naam te vestigen rondom usability testing destijds. En een nieuwe manier om dat te doen. En een van de reacties die, uh, die ik kreeg was van Arthur Koster. En dat was de, destijds de CMO van booking.com. En ik kende Booking van naam. Dus nou, ik denk dat het een redelijk bedrijf Best een grote website. Ja. Uh, ik had geen. Blauw benul, ik was ook sowieso, ik ben, is natuurlijk mooi, ik ben nog steeds groen, maar ik was toen echt zo groen als ik. had echt geen enkel idee over nee. de hele markt. Maar dat was toen al de grootste uh, reiswebsite ja. in de wereld. En die nodigde me uit op kantoor om te komen vertellen over hoe wij onderzoek deden en hoe die methode werkte. En of ze dat wellicht konden gebruiken voor hun eigen onderzoek. En dat was het moment dat ik dacht, van zit ik hier nou bij booking.com? Toen kwam die, die meeting room binnen. En ik wist van tevoren niet helemaal waar ik dan voor uitgenodigd werd. Maar ze hadden in de zo, één keer in de zoveel tijd, een paar keer per jaar, werd het hele team uitgenodigd. En dus het was een, nou ja, een grote vergaderzaal vol met mensen. Wat dan het usability research team was, en designers. En dat was een hele grote groep met hele slimme um, onderzoekers en designers. Uh, om te luisteren naar hoe wij wat we dan deden met onderzoek. Um, en na de afloop zeg maar, deden we de eerste test samen met hun en vertelde Arthur mij, dus ook dat ik hem een factuur moest sturen. In ieder geval voor hetgeen wat we deden. En dat was het eerste moment dat ik van nee, hey, ja, dit gaat ergens in. heen en dit. Dus onze eerste klanten waren Booking.com, Sony, Discovery Channel, Electronic Arts, allemaal internationale Waarmee bedrijven. zij hun gebruikers vragen konden stellen. Over ja, ja, dus eigenlijk in de, in de hele ja, allervroegste fase van het product konden we, we hadden het idee: kunnen we live feedback op live bij pagina's doen? Dus die knopjes ja. die je vaak ziet op bij pagina's. Ja. Maar de allereerste versie om daar naartoe te werken, dat was technisch gewoon niet mogelijk nog, of althans heel lastig. Dus we gebruikten screenshots van een webpagina of van een, van een prototype. En dat legde je voor aan gebruikers om daar vragen over te stellen. En dan konden gebruikers visueel op die, op die screenshot konden ze feedback geven. En dat werd, werd door bedrijven zoals Booking gebruikt om met name nou, als je. AB-variaties wil testen, dan moet je eerst komen tot de A en de B. Dus je moet eerst weten hoe, ja. welke variaties wil ik gaan testen met mijn gebruikers op mijn live webpagina. Uh, dus ze gebruikten ons product om feedback te krijgen voordat ze de test opzetten. Ja, en, en wij werden heel snel meegenomen door usability onderzoekers als een van de soort van new kids on the block. Ja. Um, nieuwe manieren om onderzoek te doen uh, die minder tijd, tijd kosten en die goede inzichten kon geven waar jullie een echte start-up aan het worden op dat moment? Oh ja, zeker. Ja. En, en dat ja. betekent dat je op een gegeven moment geldproblemen krijgt? We hebben een heel vroege fase, hebben we extern kapitaal opgehaald. Dus we hadden, ik um, uh, sprak de oprichters van Funda, Mark Joost en Marijn Pijnenborg. Ah. En die zeiden op een gegeven moment, ja, ik wil, wij willen wel 50.000 euro investeren voor een deel van de aandelen. Een klein percentage. En ja, ik kan me nog zo herinneren dat ik in de trein terug naar huis zat en terug naar Tilburg vanuit Amsterdam. En ik denk... Wat is hier gebeurd? Wat, wat is dit nou? Ik hey, dacht, jij dat is tien keer um, zoveel als wat ik voor de die, 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 nou, die vijfduizend had, euro. Ik, ik kreeg ik. mijn studiefinanciering, dat was waar <laughs> ik van rondkwam. En, en ik had nooit dat soort bedragen gezien. En laat staan dat ik, 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 ik grapte altijd dat ik het verschil niet wist dus, uh, tussen winst- en verliesrekening en een nee, balans. Dus ja. ik, ik had geen enkele, dat moest ik allemaal leren. En dat was ook onderdeel van waarom ik het altijd zo naar mijn zin heb gehad als ondernemer. Um, dus die hele learning curve, dus het constant zeg maar jezelf ontwikkelen en, en uh, dingen doen een beetje pipiplankhuis ik dat heb het is, nooit ja. gedaan en ik denk dat ik het wel kan dat is het gaafste van allemaal ja, dat is precies wat ik iedere dag maar je maar je hoort ook veel van start-ups natuurlijk dat je het risico van start-ups is dat je nog niks hebt <coughs> en dan komen er van die slimme jongens langs en die geven jou geld voor een klein pakketje aandelen en als je dan vijf jaar later terugkijkt en je hebt je hut voor heel veel geld verkocht en je ik ah ik had in het begin misschien ja uh, zijn. ik heb uh, heel ik heb uh, ik denk dat de investeerders een hele mooie deal hebben gedaan uh, op Isabel en dat we allemaal een hele mooie deal hebben gehad want ja. Isabel is uiteindelijk voor heel veel geld verkocht. Ja. Um, en ja, dat plukje aandelen, wat Mark en Marijn als allereerste investeerders hebben kunnen kopen destijds. Ja, dat is natuurlijk een. Dat heeft prima uh, gerendeerd. Ja, dat is misschien wel een van de beste Nederlandse start-up investeringen geweest in ja. een hele lange tijd. Het was iets van 80 um, miljoen ofzo, of zo, mag je dat niet uh, zeggen? Ja, dus voor, ja, als je het omreikt, in de richting van 100 miljoen dollar ja. uh, verkocht. Um, ja en als je 50.000 euro in een hele vroege fase investeert en dat is 14-15 jaar geleden toch voor relatief heel... best veel aandelen waarschijnlijk veel aandelen ja, ja niet eens relatief veel gewoon veel gewoon een significant percentage ja. Een significant minder minderheidsbelang maar ja. dat is wel je moet je wel ook terug in de tijd dat ik daar aan tafel uh, schoof bij uh, bij Mark en Marijn met de spreadsheet en mijn ja. eerste prototype ja. die heatmap die ik net beschreef met een scatterplot met uh, met een Excel sheet bij wijze van spreken uh, iemand die het verschil niet wist tussen de winsten en verliezen rekening ja. en de balans. Is een balans. Ik wist hè? helemaal niks. Ja. En, en ik heb heel veel te danken ook aan uh, eigenlijk de onvoorwaardelijke steun die ik van hen heb gekregen als investeerder. Ja. Dus ik denk dat het nu ik en de anderen, een aantal jaren later, ook in mijn nieuwe bedrijf, heb ik weer extern kapitaal aangetrokken. En heb ik nieuwe heb ik investeerders aan boord gekregen. En dat is in totaal een groep van bijna twintig mensen, denk ik, die geïnvesteerd hebben in mijn nieuwe bedrijf. En daar ben ik heel dankbaar voor dat zij dat wilden doen. So, en mm. daar hebben ze een significant aandeel voor gekregen. En dan moet ook een goede deal, deal zijn. Zo so werkt het wel. Exact. High risk, is high reward, zeg maar. Ja, en, maar er zijn wel ook mensen die binnenkomen met het zak met geld en vervolgens denken dat ze moeten vertellen hoe, de, uh, hoe het werkt. En dat ze jou moeten vertellen hoe je bedrijf moet bouwen. En mm -hmm. ja, dat kan enorm schadelijk zijn. Dus yeah. is er is natuurlijk zeker een schaduwzijde aan, uh, aan externe investeerders. Yeah. En die hoor je vaak. En die, ik heb zelf ook negatieve ervaringen met, met investeerders door de jaren heen. Maar uiteindelijk, als, je de juiste mensen aan je, uh, als de juiste mensen jou willen supporten... en je ze mee kan nemen, um, die op de juiste manier... zoals Mark en Marijn, die hebben mij altijd gesteund. Mm -hmm. en, en daar heb ik zo ongelooflijk veel aan te danken. Um, en zo zijn er ineens een hele groep mensen door de jaren heen... die ik tegen ben gekomen als ondernemer... Um, waar je dan terugkijkt, die op kritieke momenten keuzes hebben gemaakt of je ondersteund hebben of een vote of confidence hebben gegeven. Soms ja. is dat de, misschien is het de beste investeerder in mijn bedrijf wel iemand die een hele kleine check heeft gedaan, een heel klein percentage of misschien nooit heeft geïnvesteerd, maar wel altijd gesupport heeft. Ja. En ik noem maar iets, booking.com, Arthur Costa, had mij niet uit hoeven nodigen om nee. een presentatie te geven op kantoor. Ja. Uh, maar dat is wel een kantelpunt geweest in, uh, in mijn vroege... Hoe lastig, hoe lastig is het als je uh, als relatief jonge, uh, bleuwe, uh, zeg maar naïeve netstudent of netstudent af... in aanraking komt en je, je voelt van ik heb iets in handen wat blijkbaar willing is... Uh, waar iedereen wat van wil. Hoe moeilijk is het om dan de goede van de... Want je zegt, je hebt ook negatieve ervaringen. Hoe is het om... Ik denk dat ik voor de, voor de ene keer dat ik de, de conference kreeg van Mark en Ryan... Daar staan ook een heleboel andere uh, investeerders tegenover. Die ik, die ik destijds mijn verhaal vertelde. En die me aankeken en dachten, uh, ga gaan lekker verder spelen. Ik zie het niet zitten. En dus ja. ik denk dat uiteindelijk en ook, ook nu weer... Um, zijn altijd, je krijgt altijd veel vaker nee uh, dan ja natuurlijk. Um, wat moet je dan doen als 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 je en je nou, gaat in Ik de denk dat het belangrijkste wat ik zelf het belangrijkste vind en waar ik ook heel erg op trigger als investeerder nu is, gewoon zorgen dat je huiswerk gedaan hebt. Mm. Ik denk dat het niet, het is absoluut niet vanzelfsprekend dat ten eerste waarom wil je extern kapitaal? waarom zou je überhaupt extern kapitaal in je bedrijf willen? Is dat nodig? Mm -hmm. um, is het bedrijf wat jij aan het bouwen bent gebaat bij extern kapitaal? Um, hoe gaat dat kapitaal jou helpen om daadwerkelijk een soort van step change? Ja. Dus het doel van een, van een, van een VC, een venture capitalist, is om enorm rendement te halen op je geld. En dat is het model, een soort van wat je insteekt. Dus dat is het spel wat je speelt en waar je je voor aanmeldt op het moment dat je extern kapitaal aan aantrekt. Mijn, zeg maar nu, wederom een bedrijf, zeg maar zodra ik geld ophaal bij een investeringsfonds... en dat fonds heeft twintig bedrijven uh, in, in haar portfolio... dat betekent dus eigenlijk dat ik zeg... ik ben minstens zo goed als die twintig bedrijven... en ik ga al die andere twintig outperformen. Uh, dus ik moet harder groeien, ik moet sneller groeien... ik moet een groter bedrijf bouwen... dan alle andere investeringen die ze hadden kunnen doen. Want dat is het model waar ze voor kiezen. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je moet weten wie je tegenover je hebt zitten... wat het, het businessmodel is van een investeerder... dus wat is het doel van die investeerder om te investeren... Um, past dat heel erg? Past hetgeen wat jij bouwt daadwerkelijk bij het, uh, bij het model wat zij uh, voor ogen hebben? Of het, of het type bedrijf wat ze willen supporten? En dan uh, is dit überhaupt zinvol voor mij als bedrijf ook. Hoe en belangrijk we, is persoonlijke klik? Um, ik Een hele lastige brede vraag, zakelijk gezien ook. Ja, ja ik bedoel, richting, richting als jij. Ja, ik denk dat Ik de vraag me er wel eens af als ondernemer ook hoe belangrijk persoonlijke klik is. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar vertrouwt en dat je op elkaar kan bouwen en dat je uh, weet uh, hoe je met elkaar omgaat. Dus ik vind vertrouwen extreem belangrijk. En uh -huh. ik zou zonder zeg maar heel diep vertrouwen in, in de mensen met wie je samen, of nou collega's zijn of ja. investeerders of wat dan ook, dat vertrouwen is extreem belangrijk. Denk dat je op dezelfde golflengte moet zitten en dat je met elkaar dat je goed met elkaar moet kunnen communiceren. Dat je een soort van dezelfde grondregels moet hebben yeah. over hoe je bepaalde dingen doet. Ik hoef, als je persoonlijke klik definieert als: um, ik wil heel graag uh, 's avonds um, een glaasje bier of wijn of een, of een colaatje samen drinken. En het is de eerste persoon uh, met wie ik uh, in het weekend uh, zaterdagochtend uh, een kop koffie wil gaan drinken. Ja, dat hoeft niet per se, denk ik. Mm. Um, hetzelfde geldt voor collega's trouwens, maar ik ben daar heel anders in dan veel anderen. Wat wel belangrijk is, dat als er iets anders loopt dan ik verwacht, of als ik een, uh, een enorm probleem tegenkom waarbij ik externe hulp nodig heb, uh, dat zij de eerste zijn die ik zou willen bellen, zou ja. willen spreken. Ja. Ja. Dat ze mij kunnen helpen om dat probleem zeg maar, te doorlopen en tot een ja. oplossing te komen. En dat is ook een soort van klik. Dus, dat is, ja, precies. Dus klik. Dus is ik ben heel erg op zoek naar een zakelijke klik, denk ja. ik. En iets minder naar een, naar een persoonlijke ja. klik per se. Um, maar door de jaren heen heb ik natuurlijk een hele grote groep mensen met wie ik samengewerkt. Heb, ook een die ook hele goede ja. vrienden zijn geworden. Ja, ja. Ja. Um, dus neem ons eens even nog mee. En dan gaan we even naar, zowel. Want je hebt een eigen fondsenmiddels. Uh, en ik uh, wil naar detail toe, naar je laatste uh, start-up. <tiek> maar even nog, toch wat veel mensen willen horen, en ik, ik vind het ook altijd wel interessant momentum. Dan op een gegeven moment, dan maak je de deal. <tiek> dan heb je zoiets van: strik erom. En dan wordt zo'n bedrijf verkocht en dan word je vermogend. Neem ons eens mee in die fase: Hoe lang is dat geduurd? Hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren? Ja, het is bij mij, in, mijn, in mijn geval denk ik een hele rare situatie, omdat ik, ik ben uh, na vier jaar bouwen, dus de eerste vier jaar van het bedrijf, um, heb ik Jezebella gebouwd. Ik ben het eerste bedrijf, dus mijn eerste team um, aangenomen en de eerste producten en de eerste klanten binnengehaald. Um, alleen op een gegeven moment kwam ik erachter, ja dit is gewoon niet, ik voel me hier niet meer thuis. Dit is niet hetgeen... Niet, wat we nu moeten doen om succesvol te zijn, is, past niet het beste bij mijn skills. Mm -hmm. En als ik hier blijf zitten, dan trek ik het waarschijnlijk een andere kant op en, en een richting waarbij we zakelijk minder succesvol kunnen zijn. Um, dus ik heb op een gegeven moment na vier jaar uh, Mark, uh, die had ik destijds aangenomen als CTO, een goede vriend van me, uh, we werken enorm samen en een hele goede klik, die heb ik na vier jaar gevraagd van hey, wil jij het stokje niet overdragen van mij uh, of overnemen van mij. Mm -hmm. En dan word jij CEO. Ik trek me terug. Ik blijf op de achtergrond in eerste instantie beschikbaar voor jou. Ik stel mijn dienst van jou. Um, en dan geef jij er een slinger aan. En kijk of we de hele go-to-market. En met name de B2B, de enterprise sales kant verder uit kunnen bouwen. En dat was een beetje zo rond de tijd dat we Product Market Fit hadden. Dus we hadden. Een nieuw product in de pipeline, dat was bijna klaar. Dat begon te lopen. Uh, dat zou eigenlijk een soort van repeating business uh, kunnen zijn. En dan stond nog, ik denk. In die orde voor grote zes, zeven maanden de runway op ja. de bank. Um, en mijn laatste daad was het downsizen van het team. Zorgen dat hij in ieder geval genoeg tijd had. hij bleef maar drie, vier mensen over. Mm -hmm. um, en daarmee konden ze een slinger aangeven... en hadden ze voldoende tijd om tot break-even door te bouwen. En dat hebben ze gedaan. En ze hebben gewoon heel Stoïcijns met het product verder uitgebouwd. Uh, grote enterprise klanten binnengehaald in Nederland. Uh, daarna Europa en daarna US... Um, en eigenlijk gewoon een soort van bijna blueprint gebouwd van ja. hoe het hoort en ja. gewoon echt vooral ja, eindeloos ook doorzetten ik was na vier jaar ik, ik was na vier jaar wel redelijk klaar daarmee ook ja. um, en hij is er gewoon met vernieuwde energie met zijn team en met Roel ook uh, commercieel directeur hebben ze gewoon iedere target gehaald dus iedere target die ze presenteerden, hadden ze weer en dus jaar op jaar op jaar op jaar gewoon enorme omzetgroei gerealiseerd uh, en toen na tien jaar, um, dus na uh, enorme investering van iedereen. Wat deed jij in die tussentijd dan? Ik was in de tussentijd mijn nieuw bedrijf gestart. Ja, dus ik precies. was in de tussentijd, tussentijd uh, Human gestart. Een van de eerste fitness trackers op de App Store. Ja. Dat is twaalf jaar geleden. Um, en dat bedrijf was in de tussentijd ook al overgenomen. Dus ik was... Um, dat was je eerste klappetje. Uh, ja, en dat was typische talent acquisition. Dus ik, zeker geen... Uh, ik is dus niet dat ik klaar was met werken, ver van. Nee. Um, maar iedere, ik denk dat iedere acquisitie is alles een soort van succes. Mm -hmm. uh, in dit geval was het een, uh, een goede exit voor de investeerders, met name. Dus die mm -hmm. kregen in ieder geval hun geld terug of nieuwe aandelen in het, uh, in het bedrijf wat ons overnam. Um, voor mij persoonlijk was het een unieke kans, want ik met het hele team, ze waren met z'n vijf op dat moment, um, na vier jaar kaart knokken, werden we overgenomen door Mapbox. Uh, en Mapbox was een kaartenmaker in de VS, of is een kaartenmaker in de VS. En daar kwam ik binnen in een organisatie van 150 mensen. Uh, hadden ze net 60 miljoen euro opgehaald, of 60 miljoen dollar. En werd ik verantwoordelijk voor alle mobiele ontwikkeling. En ja, dus dat was mijn eerste echte baan ook. Uh, en dat is inmiddels ook tien jaar geleden of zo. Uh, als onderdeel van die deal verhuisde ik met mijn begin, gezin naar San Francisco en kwam ik dus eigenlijk binnen in een snelgroeiende Amerikaanse start-up voor de duidelijkheid, waar je Human aan had verkocht. Ja, dus human, antwoordelijk... werd, human werd verkocht, dus ik, het was... deze tijdslijn is heel lastig. Ja, ja want Jusebella dat was Yusebilla de, de liep door, name. ja, dus en dan ik, was je gewoon dus, dus ik ben, inderdaad, dus ik en, en later werd ik boardmember, dus ik heb later, ja. dus ik, ik was op de in de achtergrond betrokken, maar niet meer dagelijks. Okay. Uh, het enige wat ik deed was gewoon, hey, is er iets wat je nodig hebt, ik kan je ja. helpen. Um, dus na vier jaar Jusebella ben ik Human gestart, dus eigenlijk bijna direct daarna, dus na een aantal Maanden, twee, drie maanden was ik alweer een volgende start-up bezig. Uh, en dat heb ik vier jaar gedaan. En na vier jaar werd dat verkocht. En, en toen ben je naar Amerika verhuisd. Toen ben ik nou dus met mijn uh, dochter onder ene arm, koffer onder de andere arm. En, en mijn hand vrouw. Hand in hand met je vrouw. Ja, hand in hand zijn we de deur dichtgetrokken in Amsterdam en zijn we naar San Francisco verhuisd. Ejo. En uh, daar kwam ik binnen in een team van 150 mensen wat. Uh, volgens mij twee jaar later 400 mensen was. Ik uh, kreeg een team van vier of vijf engineers toegewezen. Uh, en het was succes. Hoe was dat? Ja, supervet. En, en enorm leerzaam. Ook met name over de, 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 wat er gebeurt op het moment. Later ging er nog een keer 160 miljoen euro in. Dus er, in totaal is er niet zo'n 220, 230 miljoen euro geïnvesteerd. Het um, team verdubbelde ieder jaar bijna. Um, en ik was verantwoordelijk voor een heel groot deel van het product en de ontwikkeling en het bouwen van het team. Dus ik heb enorm veel geleerd in een hele korte tijd. Daarna nog een uh, soortgelijke rol gehad bij een DNA-testbedrijf, Color Health. Um, dus pop Population Health. Dus met name hoe kun je de populatie van mensen zo gezond mogelijk houden door DNA-testen en onderzoek en um, betere begeleiding rondom testen en screenings. Dus rondom uh, met name um, borstkanker. Um, darmkanker en andere vormen van mm. uh, erfelijke ziektes mm -hmm. en ook dat was een super leerzame tijd maar tijdens mijn baan dus ik zat daar dat op... waren gewoon even verduidelijken dat waren goed goed betaalde jobs hele goed betaald hele goed ja ja ja, ja ja de, de Amerikaanse begrippen het schrappen, maar uiteindelijk zeg maar als je dat vertaalt naar Nederlandse standaard had ik gewoon een comfortabel salaris ja. en kreeg ik aandelen en, en die aandelen zijn uiteindelijk moeten blijken of dat uh, of dat uh, een goede deal is geweest voor mij ook maar in, dat was vooral een hele goede deal, omdat ik enorm veel geleerd heb in hele korte tijd. Ja. Dus ik had na tien jaar ondernemen, dus ik was op dat moment acht jaar aan het ondernemen in totaal. Um, kreeg ik voor de eerste keer consistent iedere maand een salaris. Wat ik tot die tijd eigenlijk nooit gehad had. had je pensioen opgebouwd of niet? Uh, dat, ja, daar kom ik dan zo bij bij de exit. Um, ja. Want, hoe, even, hoe was dat privé? Want je gaat met hoe oud was je dochtertje? Uh, mijn dochter was één toen we vertrokken. Ja? Ja. En, en, ja. en, en je, uh, je vrouw toen de tijd al. Wat deed die? Ja, We moesten trouwen, trouwen omdat we een visa nodig hadden natuurlijk. Ja. Dus en hoe was die tijd privé in Amerika? Ja, vooral de, de periode. Ik kan me nog goed, goed herinneren dat we op een gegeven moment het aanbod kregen van Mapbox uh, voor de acquisitie van Human en dat was dan een typische talent acquisition. Dus ze kochten ons team de technologie. Um, en ja, dat, daar kregen we een eigen vergoeding voor voor de investeerders en, en wat aandelen ja. voor onszelf. Um, en ik kan me nog heel goed herinneren dat we dat gesprek hadden: van ja, het hing, hing altijd een beetje in de lucht. Rondom ze Willen al waar was ik vaak ook in de VS voor klantbezoeken en probeerde dat netwerk op te bouwen. Met Human probeerden we internationale investeerders aan te trekken, met name het type bedrijf wat we bouwden. En dus er hing altijd een soort van: hey, wat als we nou ooit een keer de kans krijgen om naar SF San Francisco te verhuizen en, en daar een tijd te wonen, zouden we dat doen? Yeah. En mijn vrouw had toen net een nieuwe uh, rol um, als recruiter en, uh, rondom arbeidsmarktcommunicatie. Dus die had net een leuke carrière switch gemaakt. Um, en toen kwam dit moment. En dat was wel een lastige keuze natuurlijk. Want dat betekent dat in ieder geval op dat moment voor haar ook een groot avontuur zou starten. Yeah. En in die eerste periode zou ze niet mogen werken. In verband met uh, rare visa-constructies. Dus mm -hmm. ik kreeg dan een bepaald visa. En met die visa mag je de pauze niet werken. Um, nou, dat kwam heel goed uit met onze tweede, die dus een tweede mijn tweede zoon is geboren in, uh, in San Francisco. Mm. Dus privé konden we dat uh, redelijk uh, regelen. Maar het was wel een... Je, je, je komt daar met je koffer aan en je moet een huis regelen. En je moet je hele leven opnieuw op gaan bouwen. Je moet nieuwe contacten gaan leggen. Um, ik ging dan overdag naar mijn werk en je probeert een soort van... Uh, vrienden om je heen weer te verzamelen. Yeah. En dat, ook dat op, en dat op zich denk ik een hele leerzame tijd. En mm -hmm. je komt dan ook wel anders terug, denk ik. Uh, je kijkt ook bijvoorbeeld heel anders naar. Je hoort mensen vaak klagen over expats in Nederland. En ik denk, ja, leuk, er zijn expats in Nederland. Het yeah. is een soort van geeft kleur in onze samenleving. Yeah, yeah. Uh, dat zijn uh, allemaal mensen met een eigen verhaal. En, yeah. um, daar ben ik wel anders naar gaan kijken als je zelf de expert ja. bent en zelf uh, gaat aarden in, in een samenleving. Maar er waren privé denk ik ook wel een paar uh, relaties. heel blij dat jullie weer terugkwamen. Lezen opa's en oma's en zo. Opa's en oma's waren ja. extreem uh, verdrietig toen we vertrokken ja. en uh, gelukkig heel blij toen ja. we terugkwamen. Ja. Want wanneer waar zaten jullie daar in Amerika toen? De, laten we eens even naar de verkoop van Jusabella uh, uh, gaan. Uh, zaten jullie toen daar? Ja, ik zat. Uh, uh, ik werkte bij, uh, bij mijn tweede werkgever daar. Dus ik uh, ben gewoon. Uh, ik, ik, was de deal en achter, achter de schermen was die deal natuurlijk dat is een aanloop naar zo'n deal met, met bankiers die dan proberen een markt te creëren en proberen het bedrijf te, te eigenlijk een soort van een lijst van potentiële kopers uh, klaar te zetten en voorzitter. Dat is een hele maandenlang traject mm -hmm. rondom, rondom zijn verkoop. Moet je allemaal vrije dagen opnemen om dat allemaal. Uit nee, uit te want ik was zelf niet. Ik was board member, dus ik was had een okay. formele verantwoordelijkheid. Um, en ik voelde mezelf ook vooral verantwoordelijk om uh, het team in ieder geval zo goed mogelijk te supporten in hun keuze. En ik, ja. ik was een beetje een vreemde aandeelhouder natuurlijk. Want ja. ik voelde mezelf. Um, ik weet hoe belangrijk het is je, dat je investeerders of je aandeelhouders jou. Zeg maar onvoorwaardelijk supporten. Mm -hmm. Dus ik wist dat mijn rol... De enige, eigenlijk de enige echte rol die ik kon spelen in dat geheel... was um, Mark en rol, uh, het management, zo goed mogelijk zeg maar supporten in, ja. in deze keuze. Is daar nooit wrijving geweest? Dus in zin de, van de, de discrepantie tussen... Het, het is natuurlijk altijd, bij een, een, elk bedrijf... Hè, je hebt vaak een rol als uh, meewerkend voorman... of een rol die ja. je hebt als, in het bedrijf en de shareholdersrol. Omdat jij... Ik, noem, ik wil niet zeggen een passieve rol had, maar een passievere dan zij. Is daar ooit wrijving tussen jullie geweest van? Nou, ik denk dat dat het wel een het periode waarin je, kijk, als je net overdraagt, dan zijn de verhoudingen uh, nog, dan had, ik vier, had ik bij wijze van spreken vier jaar, uh, bloed, zweet en tranen, geen salaris. Eindeloos sleuren. En ja. dan kwamen alle ideeën nog uit mijn hoofd bij wijze van spreken, mm -hmm. samen met team. En dan komt er een periode zeg maar, dat, dat zij natuurlijk een steeds grotere rol genomen hebben. En, en uiteindelijk, als je terugkijkt naar dat bedrijf, ja, dan is mijn rol in de eerste vier jaar, hoe staat die in verhouding tot uh, de, de, de zes jaar die daarop volgden? En ja, dat vind ik heel lastig beoordelen. En hetzelfde geldt voor de investeerders waar we het over hadden. Ja, ja. Dus de eerste investeerders die. Maar is daar wrijving geweest? Of is dat Het is nooit, nooit wrijving geweest. Ik denk dat het heel erg scheelt dat, uh, dat we elkaar heel goed kennen en dat we, dat we goede vrienden zijn. En we zijn nog steeds goede vrienden. Ik denk dat dat het belangrijk, belangrijkste ja, antwoord is. Ja. Want wie vragen. was de koper uiteindelijk? Uh, de koper was Survey Monkey. Ja, dat is later momenten geworden. Uh, en het is grappig. Ik kan me herinneren dat ik een slide. Nu zou ik zeggen, zet nooit een exit slide in je pitch deck. Um, <laughs> maar we hadden een exit slide uh, toen we um, hele, echt acht, zeg maar, in, in jaar 2 de markt opgingen om wat kapitaal aan te trekken. Was er een exit slide. En die exit slide die had SurveyMonkey als een van de belangrijkste mogelijke kandidaten. Full circle, dus acht jaar later uh, werd Isabella verkocht hey, aan uh, surveyman. Steve Steven ja. Covey begin with the end in mind. Hè? En dat, dat, was de, dat was de grootste koop. En dat paste natuurlijk ook gewoon heel goed in de markt. We waren heel vroeg in die markt. Dus het is heel mooi te zien dat uiteindelijk dat cirkeltje volledig rond was. Hoe is dat moment van tekenen? En geld op je bankrekening? Na uh, ja, nou, het moment dat het het blijft heel surreëel. Dus je, je ziet je, er nergens, en ook nu met het bedrijf waar ik nu mee bezig ben, je, je hebt nooit echt een soort van concreet gevoel van waarde. Van dit is, dit is wat mijn nee. bedrijf waard is. En het is ook absoluut niet, het is nooit een drijfveer geweest voor mij. Ik denk dat als dat een drijfveer zou zijn, dan kan ik ook beter andere dingen gaan doen. Dan kan ik waarschijnlijk meer geld verdienen. Um, Hoe dan? Nou, ik denk dat het, het werken voor een, voor een, voor een snelgroeiend bedrijf, wat established is en wat een duidelijk traject heeft. Uh, kijk, op een gegeven moment, was ik in San Francisco was, ik een soort van bijna mercenary. Uh, kon ik praktisch, nou, daar waren, de banen lagen voor het oprapen voor, ja, ja. voor iemand met mijn skillset ja. daar. En dat betekende dat ik ja, bijna een soort van tegen de hoogste bieder mijn ja. diensten aan kon bieden. En ik zat daar een soort van plek in het midden van de techwereld, waar ze spreken. En waar gewoon, er werden gewoon, toen ik wegging bij Mapbox, was het, was het gewoon shoppen, waar ze spreken. Ja. En ik kon kiezen of dat ik in de bus ergens naar een van de grote bedrijven ten zuiden van San Francisco ja. zou gaan. En om daar aan een heel groot project te werken... wat misschien of misschien nooit gelanceerd zou worden. Of ik kon weer bij een start-up beginnen... of yeah. ik kon ergens bij een groeiend bedrijf starten. En overal ging het per perobbel. Dus een groot onderdeel van je compensatie daarin is, is cash. Dus gewoon waar je van rondkomt. En je hebt om dezelfde levensstandaard... als, als een, een hoogopgeleide Nederlander. Um, als je die levensstandaard hier in Nederland wil vertalen naar San Francisco... heb je ook veel geld nodig. Met name rondom onderwijs en huisvesting... En het is gewoon extreem duur om te leven in de stad van San Francisco, zelfs ja. als je geen gekke dingen doet. Maar een andere component van je compensatie daar is stok, dus aandelen in een bedrijf. Ja. En dat is natuurlijk een beetje een soort van loterij. Je weet niet of dat iets waard wordt. Maar de bedragen, met name bij bepaalde bedrijven die al beursgenoteerd zijn. Uh, als je bij Apple werkt, dan krijg je gewoon een enorm salaris. En daarbovenop krijg je een uh, groot pakket met aandelen, waarvan je eigenlijk zeker weet dat het in ieder geval niet minder waard wordt. Yeah. Of dat het in ieder geval een soort van bodemwaarde heeft. Mm. En dat is je de realiteit voor iemand met, um, met deze skills in, in San Francisco. Dus je kan, stil, daar, je, yeah. ja, je kan daar een hele korte. Ik heb vrienden daar die die werkte bij Mapbox en daarna naar bijvoorbeeld Apple zijn gegaan of naar Slack of noem maar op en die verdienen in ongeveer tien jaar tijd verdienen ze eigenlijk een, een pensioen bij elkaar en kunnen ze stoppen met werken. Ja, en dat is natuurlijk een absurde realiteit. Ja, jij zat daar aan die tafel uiteindelijk getekend, uh, de miljoenen op je bankrekening. Hoe was dat? Ja, niet anders dan anders. Uh, dat volde... niet Anders dan anders. Ja, dat is heel raar. Dat klinkt, dat, klinkt, dat klinkt heel soort van als bescheiden of zo, maar. Ik kan, me heel, ik kan me herinneren, dus ik had de handtekening in de ochtend gezet en ik ben daarna naar kantoor gegaan. En ik ben daar gewoon daarna gewoon het Je werk bammetje, en, de, en, en je bammetje met de lunch meegegeven. Ja, ja, dat lunch werd georganiseerd natuurlijk, want het is natuurlijk een value-bedrijf. Dus oh, ja, alles werd helemaal gepamperd. Maar ja. nee, ik ben daar gewoon aan het werk gegaan en dat voelde heel een soort van raar en een soort van onrealistisch. En ik kan me nog herinneren dat ik een. Volgens dus mij heb ik ergens nog een screenshot gemaakt van mijn bankrekening? En ik kan me ook nog herinneren dat ik de dag van tevoren of twee dagen van tevoren... een soort van enkele dag in, in half paniek van... wacht even, shit, als ze dat gaan storten... moet ik dan mijn bank bellen of zo? Moet ik dan laten weten van... hé, hey, er komt een heel groot bedrag aan dat het... Dat, het, dat je geen politie van, op je dak krijgt. Of ja, zo. of van hoe, hoe, hoe gaat dat dan? En ik ja, weet ja. dat toen, toen ik dat bericht stuurde, toen ging bij de bank, dat was een Nederlandse bank, ging wel een soort van bijna de rode loper uit. Ja. Zo van, oh, wacht, maar we hebben iemand voor jou en die kan jou helpen met ja. alle vragen die je vanaf nu hebt. Dus dan is het een soort van, dan kom je in een hele, een hele andere, bijna schaduwwereld terecht. Ja. En dan willen ze in één keer, dan willen ze heel graag helpen op ja. allerlei manieren. Ja. En toen kwam dat geld en dat, ik heb daar een screenshot van gemaakt volgens mij. En dat heb ik doorgestuurd naar Evi. Uh, helemaal in het begin van willen mijn vriendin en, en, en mijn vrouw. En, en toen was het van, ja, dat moeten we wel vieren, toch? Ja, wat gaan we doen dan? Ja, uh, ik zal een fles champagne halen. En toen hebben we de fles champagne gehaald. En die hebben we s'avonds op de bank uh, hebben we die opengetrokken. En de kennenden zijn waarschijnlijk halverwege gekomen. Dat krijg ik het niet op. Dus ja, weet je, en dat, dat was mijn dag. En daarna ben ik de dag daarna gewoon weer naar kantoor gegaan. Mm. En... Wat ik wel wist is dat ik gelijk toen dat gebeurde, dacht ik van oké, okay, nu wil ik, ik wil graag, ik had het altijd in mijn hoofd, ik wil graag, net als dat Mark en Marijn, de eerste investeerders in Usabilla, mij hun vote of confidence geven, gaven destijds en 50.000 euro investeerden in mijn bedrijf, dat is wat ik ook wil gaan doen. Dus ja. ik ga een belangrijk deel van mijn vermogen gebruiken om te investeren in andere startups, en ja. met name... Um, Talentvolle ondernemers een kans geven om hun eigen dromen na te jagen. Ja. Dat ben ik gaan doen. Dus volgens mij heb ik dezelfde week heb ik een, uh, een eerste angel deal gedaan. Uh, in een bedrijf van een vriend. wat toevalligerwijs precies in die week of in de week daarna um, op zoek was naar kapitaal. En ook een veelgemaakte fout hè, die je hoort van ondernemers hè, die hun bedrijf oh, yeah. hebben verkocht. Ja. Ja, en dus in de eerste ik... anderhalf jaar zijn ze te, zijn links en rechts van allerhand investeringjes aan doen. En oh, alweer... Bijna iedereen. Hè. Dat is ja. grappig. Want dus ik ben wel in de periode toen ik wist dat het eraan kwam, en ik um, andere ondernemers gaan bellen. En dan heb ik mensen die waarvan ik wist dat ze uh, ook geluk hadden gehad. Ja toen um, ben ik gaan is. bellen en heb ik gevraagd van, hey, hoe, hoe heb je dat toen dat gebeurde, hoe heb je dat bij gaan plannen en hoe heb ja. jij je financiële planning gedaan, als je daar iets over kan delen zonder echt in details te treden. En dat was een hele, waren een hele leuke gesprekken, want dat waren allemaal onderne bevriende ondernemers die ik kende of investeerders in mijn bedrijven. En die stelde ik de vraag van, hey, wat, als je nu terugkijkt, of hoe ben jij je, je portfolio gaan bouwen en wat voor wat type investeringen. En bijna iedereen kwam met hetzelfde verhaal. Bijna iedereen kwam met het verhaal van ja, ik deed eerst allemaal angel-investeringen en ik ben daarmee gestopt. En ik kreeg er hoofdpijn van, ik vond ja. het allemaal niet boeiend. Ja. Um, ik ben dat wel gaan doen, dat is inmiddels vier jaar geleden. Ik heb er nog geen hoofdpijn van gekregen. Ja. En um, ik, ik zei altijd heel vroeg, toen ik begon met investeren, zei ik, ik wil honderd investeringen gaan doen, minimaal. Omdat het de mindset van veel investeerders in mijn optiek um, creëert veel van de hoofdpijn dus als jij, wij spreken, drie grote deals doet en die deals heel erg pijn doen en heel veel geld stopt in drie mm -hmm. bedrijven. En dan gaan een soort van vleeshaken in zo'n bedrijf en dan is het heel belangrijk dat die drie bedrijven heel succesvol zijn. Mm -hmm. En dat, daar heb je geen controle over. En, mm -hmm. en uiteindelijk zeg maar, zijn de bedrijven waar je de meeste energie van krijgt, zijn vaak de bedrijven die heel goed gaan en waar je het meest, minste hulp aan hoeft te leveren. En dan zijn er bedrijven die ook niet goed gaan. En daar is vaak ook niet heel veel meer aan te, aan te redden. Dus je kan ja. wel je, je netwerk openen en je kan proberen mentaal te supporten. En je kan iemand ondersteunen en de juiste vragen stellen. Mm -hmm. Maar als iets niet lukt, dan is, ja, dat hoort dat er ook bij. Ja. En dus ik, vandaar dat ik altijd zei, ik wil 100 investeringen doen. Want als ik 100 investeringen doe, dan bouw ik een portfolio en dan dek ik mijn risico in door die 100 uh, investeringen. Dus ik heb in totaal denk ik in de orde van grote 35 deals persoonlijk gedaan. En dat ben ik gaan formaliseren in een fonds uh, samen met uh, Anke Huiskes en Michel Anders van Leuven. Dat zijn de partners in MB ja. Hart, het investeringsfonds dat we gestart zijn. Om het eigenlijk op grotere schaal te kunnen doen. Uh, ik merkte met name dat bij, tijdens het bouwen van mijn eigen nieuwe bedrijf, Detail nu, dat ik gewoon niet um, op de schaal kon opereren dat ik, dat ik wilde opereren. Naast mijn bedrijf. Want mijn bedrijf ja. is primair uh, waar ik mee bezig ben. En uh, door dat samen met Anke en Michel te doen, uh, kom ik. Schaal. Grote schaal investeren. We doen in de orde van grote 20 deals uit. En ons fonds. Tickets van een ton tot drie ton of zoiets? Uh, ja, dus een ton tot vier ton, afhankelijk van de fase van het bedrijf. Um, dus we proberen een, een soort van 2% ownership te krijgen in een bedrijf. Zeer hmm. dus heel erg afhankelijk van het type investering en de fase van het bedrijf, hoeveel we doen. Uh, maar we doen in de orde van grote rond de 30 deals uh, in totaal. Dat betekent ongeveer een deal tot twee deals per maand. En dat kunnen we doen omdat we met z'n drieën zijn. Het is een 10 miljoen euro fonds, maar daar zijn de investeerders ook extern. Dus er zit extern kapitaal in. Uh, en we investeren dus eigenlijk het kapitaal van andere uh, investeerders in uh, jonge bedrijven nu. Um, uh, detail. De yeah. uh, pitch, wat is het? Uh, wij maken het makkelijker om hoge kwaliteit video te produceren. En het hele idee is dat als je video maakt vandaag, uh, dan ben je eigenlijk heel veel tijd kwijt met het opzetten van camera's, het opnemen van de beelden, vervolgens die beelden samen te voegen of te selecteren en te editen. Ja. Um, en dan vervolgens dat het resultaat te delen. En wat wij doen is, we maken eigenlijk real-time videoproductie. Dat betekent dat je een video opneemt en je zonder tussenstap uiteindelijk naar een video moet kunnen gaan die je direct online kan delen. Alle soorten video's of met name richting dit soort video's? Ja, dus we, we richten ons met name op talking video. Ja, ja, dus de vorm van conversaties, podcasts, een belangrijke markt. Uh, het zijn reactievideo's, videopresentaties. En uh, we doen het met name met een mobiele app, dus op de iPhone op dit moment. Ja. Um, dus ons doel is om video-editing obsolete te maken, dus video-editing overbodig te maken. Um, en eigenlijk toe te werken naar een mode waarbij je een video opneemt. Dus je verhaal vertelt uh, tegen de camera. Of met soort gesprek zoals dit hebt. Uh, yeah. En daar direct gewoon volledig geproduceerde video. Uh, voor het Oftewel, er staat straks hier ergens een computertje te ratelen. Die pakt de drie camera. Oh, sorry. IPhone. Of je iPhone. Ja, iPhone te ratelen. Die pakt die drie. Je hebt drie iPhones hier aan staan straks. Ja, dus we werken nu met twee iPhones. Dus als ik twee iPhones in dezelfde ruimte zet, kunnen we ze draadloos verbinden. Ja. Uh, je drukt op record. Dan beginnen allebei de iPhones direct op te nemen. Nou, aan het einde na dit gesprek stoppen we met opnemen. En dan wordt de tijdslijn volledig, zeg maar, de. Camerawisselingen yeah, worden toegevoegd. Yeah. Er worden clips geselecteerd die je kan gebruiken voor je social media. En daar worden de samenvatting gemaakt. De show notes worden gemaakt. Uh, je krijgt captions voor je voor TikTok, voor uh, Instagram. Alles is in principe klaar. Dus we en je dus kan er templates aan toevoegen en zo, want ik moet natuurlijk jouw naam, wil ik netjes in beeld. En dat is beetje bij beetje werken we er naartoe. En nu zijn met name zeg maar, de, de, de overlays en de visuele elementen, ja. die worden vaak nog op de platform zelf toegevoegd. Dan mm -hmm. worden ze ook beter geïndexeerd. Um, maar beetje bij beetje proberen we eigenlijk dus de hele video workflow over te nemen. En we beginnen met de camera en we eindigen met de content uh, die je direct publiceert online. En waar zit jouw businessmodel qua chain? Want je hebt natuurlijk uh, de, die wereld, nou ja, ik ken de wereld een beetje. Ja. Weet je? Ik, ik begeef me er zelf in, uh, en dat gaat natuurlijk even vanaf degene die de productie financieren, tot en met de mensen die het maken, tot en met de mensen die het publiceren, zeg de channels. Waar, waar zitten jullie dan? Ergens? Ja, het klinkt hoe... het natuurlijk. Ik wil eigenlijk niet. Ik, ik moet geen vijanden maken hier. Maar uiteindelijk, ik denk dat het belangrijkste deel is dat je al die mensen niet per se nodig hebt voor iedere productie. En Interviewen de, wel eigenlijk. Uh, ja, ligt eraan. Het is wel, wel een stuk leuker om dit gesprek. Ik denk dat dit het dit gesprek is wat wij proberen zo goed mogelijk uh, te, te vatten. En ik denk dat Wat je kan uit... er allemaal uit dan? Qua mensen en bedrijven? Nou ja, je je hebt in principe zijn er een heel, is er een heleboel content of video die je kan produceren. Kijk, je hebt, je hebt dit soort formats. En er zit zeg maar, werk in in de setup. En het er goed uit laten zien. En het editen en de selecties maken. En, mm -hmm. Maar er is ook een heleboel content die heel interessant zou kunnen zijn, die je normaal gesproken niet op zou nemen, omdat de te veel werk. Ja, het is. is veel te veel werk ja. en je hebt er is heel veel content. Zeg maar hoeveel mensen lopen er rond? Maar ik heb een idee voor een video, maar ik weet niet waar ik moet starten. En met name ook rond een podcast en andere dingen. En podcast is een, een heel goed voorbeeld waarbij de productie per definitie heel lastig is, want je hebt meerdere camera's, je hebt meerdere microfoons en het duurt lang. Dus dit is een volledige uitzending die je nu opgenomen hebt. En omdat het lang duurt, betekent dus ook dat alle taken daarna heel lang duren. Dus het, het bewerken van die video en het editen van een tijdslijn. Mm -hmm is gewoon een minuut, spreek, een minuut video kost, kost soms zelfs een uur editing tijd wat wij proberen te doen is videoproductie toegankelijker te maken en dus op een makkelijkere manier betere kwaliteit video te produceren zonder dat je daar mensen voor nodig hebt zonder dat je daar hele geavanceerde, geavanceerde uh, apparatuur voor nodig hebt en dat begint bij een heel simpel voorbeeld is dus een videopresentatie dus als jij een kort verhaal wil uh, vertellen over een nieuw product of um, je team toe wil spreken of een korte video maakt over een onderwerp wat jou heel erg interesseert, dan neem je dat met detail gewoon op met een teleprompter, de autocue, dus een, een tekst die over je scherm heen loopt. Je drukt op record, de tekst begint te lopen, je vertelt je verhaal. Vervolgens halen wij daar alle pauzes uit, kunnen we de achtergrond vervangen, kunnen we de belichting verbeteren, voegen we filter toe aan je, aan je gezicht, knippen we het in stukjes en je hebt de video die je direct kan delen. Dat soort video's maken zou je normaal gesproken. Heb je daar hulp bij nodig of moet je video-editor openen? En als je de gemiddelde video-editor opent, nou, ik weet niet of een gemiddelde kijker of luisteraar dat, dat wel eens gedaan heeft, maar je hebt meestal een, een BIN, dus een, een scherm waarbij je het materiaal hebt wat je wil gaan gebruiken, dus alle input. En dan is er een tijdslijn, meestal met meerdere lagen. En dan is aan de rechterzijde zie je een soort van preview-scherm. En dat betekent dus dat, dat die format van een video-editor, ziet er nu al 30 jaar hetzelfde uit. Hmm. Dus 30 jaar geleden is Adobe Premiere 1.0 uitgekomen voor Mac. En dat is zwart en wit, dus het zag er iets anders uit. Maar hetzelfde format, dus je had een, een soort van bakje... waar je je video in verzamelt, een tijdslijn en een preview. En de manier waarop we video maken vandaag is heel anders. En met name met hele geavanceerde apparatuur... die we in onze broekzak hebben. Dus een hele hoge kwaliteit camera. We kunnen video in real-time um, analyseren... Bewerken en opslaan. Dus Premiere is overbodig over een tijdje? Ik denk dat betreft? Premiere voor een heel groot deel van de video's volledig raar concept is en dat het, dat het zeker overbodig is voor een heleboel hele soorten video. Maar ik vind het nog interessanter om na te denken over hoe je als Premiere niet meer de manier is om video te maken, hoeveel video's zouden geproduceerd worden? Video's een van de snelst groeiende media en medium formats in, in de wereld. Bijna iedere vorm van social media content is video. Zijn, het vertellen van verhalen uh, door mensen is eigenlijk een soort van. Dat is inherent. Dat is wat we doen. Dat is het kern van wat we uh, altijd van, hebben. Ja. Ja. En ik denk dat we videoproductie makkelijker kunnen maken dan het produceren of het schrijven van teksten. Mm. En dat betekent dat, dus als je je verhaal kan vertellen tegen een camera, en zelfs als ik loop te ramblen in deze video en het soort van, van links naar rechts, dan kun je, kunnen wij daar een heel goed verhaal van maken. Dat betekent dat we die video kunnen hersnijden. En hem bruikbaar kunnen maken zodat je hem beter kan consumeren. En dat die interessanter is voor je publiek. Dat je er beter uit kan zien. En positionering, wat ik zei. Businessmodel-wise, waar plaats je jezelf dan in? Waar, Wij waar, willen waar? eigenlijk jou die direct als maker. Wie zijn je als, klanten? Uh, de, iedereen met een verhaal. Ja, iedereen met een verhaal. Uh, en dat klinkt allemaal. natuurlijk heel breed. Dus we focussen zeker. Maar b te zien, dus ook. Uh, ja, zeker. En ik denk dat ongeveer 50% van de video die geproduceerd wordt met detail. is, zou, zou in, het, in het bakje consumenten vallen. Uh -huh. um, en dat. Uh, dat het gaat over ja, reactievideo's. is dus bijvoorbeeld een populair uh, genre op, uh, op YouTube. Uh, een van de meest populaire uh, genres die met detail geproduceerd wordt. Uh, dan heb je podcast als een voorbeeld, want dat is meer een format. En die format die kun je eigenlijk weer opbreken in bedrijven die een podcast willen maken, en mediamakers die een podcast maken. Hmm. Um, soms is het puur consumenten en zijn het hmm. uh, bij wijze van spreken influencers die, uh, die een verhaal vertellen uh, aan elkaar. Dus wij zijn veel meer gefocust op het type video wat je kan maken en iets minder op de, op de, op de markt. Uiteindelijk het businessmodel is, je kan een groot deel van de app gratis gebruiken. Dus je kan onbeperkt opnemen, je kan onbeperkt videopodcast opnemen met detail. Zowel in dezelfde ruimte als remote. Maar op het moment dat je geavanceerde editing features gebruikt, zoals de auto-edit. Zodat de tijdslijn automatisch gemaakt wordt of de uh, hoogtepunten uit de video willen halen. Dat zijn de features waar we uh, geld voor vragen. En dat is onderdeel van een pro subscription. En dat kost op iPhone in de orde van grote 50 euro per jaar, 10 euro per maand. Uh, en op Mac uh, in de orde van grote 150 tot 200 euro per jaar. Er zijn natuurlijk meerdere partijen die zich al dan niet, zeg maar, geheel gedeeltelijk een beetje ook hiermee bezighouden. Ja. Hè? Ja. Wij gebruiken Opus voor Shorts. Ja. Ik heb Autopot een Plugin voor Premiere die de complete ja. editing automatisch ja. doet. Ja. Um, en dat zullen niet de laatste zijn. Dit nee, is extreem het, laatste, competitive market. So, ja, uh, ja, extreem. Dus uh, hoe zorg je dat jij de winnaar wordt? Ja, wij hebben heel vroeg de gok gewaagd dat we de hele workflow over willen nemen. En dus ik wil de hele videoproductie van begin tot eind overnemen. Dus van het moment dat jij misschien zelfs wel nadenkt over het verhaal wat je wil vertellen. Tot het moment dat je de video kan delen online. En misschien zelfs nog een klein beetje daarna. Dus dat je de video daadwerkelijk online publiceert. Want dan kunnen we je helpen om betere inzichten te krijgen. Ja, dat, is, dat zit enorm veel stappen in die je moet nemen voordat ja. je daar bent. En dus je krijgt stel met de vraag, van, kan ik dan overlezen toevoegen? Nee, dat kun je nog niet. Maar we, we pakken eigenlijk gewoon de hele um, workflow van start tot eind. Omdat we geloven dat als we die hele workflow overnemen... kunnen we betere kwaliteit video produceren. En kunnen we het... ...oneerlijk veel makkelijker maken om goede video te produceren. En voordat jij deze studio ingericht had, zit er heel veel research in... ...en je moet mm -hmm. vervolgens met die camera's moet je aanzetten... ...en je mm -hmm. moet die, de video's van die camera's aftrekken... ...en die moet je vervolgens importeren en die moet je alignen... ...en zorgen dat de, de video op hetzelfde moment start... ...en dat de audio tracks erbij staan... ...en dan run je een tool eroverheen mm -hmm. om te outweiden. Al die stappen ertussenin proberen we weg te halen. En dat is wat ons uniek maakt in de markt. En waarmee soms is het lastig uit te leggen van hé, hey, waarom is dit nou anders? Maar wij combineren eigenlijk een camera-app met een video-editor. Ja. En dat maakt een hele andere workflow voor een video. En maakt het op een hele andere manier. Maakt het eigenlijk veel soort van vloeiender en makkelijker om iets uh, te vertellen tegen de camera. En dan zijn mensen ook vaak heel tevreden en blij als ze het resultaat zien. Omdat je. Begint met een goede camera. En, en eigenlijk heel verrast wordt door het resultaat wat je kan wat je zelf kan maken zonder externe hulp. Met hoeveel mensen zit je nu? Uh, we zijn nu een team van 11 FTE, 14 mensen. En dat is een mix van engineers, uh, wat marketing. videomarketing met name. En uh, product design. En zit je in Amsterdam? Nee, volledig remote. <laughs> dus we hebben werknemers um, uh, in Cape Town, Lissabon. Zweden, uh, twee mensen in Amsterdam en de rest all over the place. Sleet remote. Yep. En wat zijn je goede plannen? Want hier moet wel een bak met geld in, of niet? Ja, we hebben in totaal nu uh, 7 miljoen euro aan investering, uh, investeerders aan uh, boord. Um, VC's allemaal. Uh, ja, VC's, angels, um, een hele grote mix. En ons doel is uiteindelijk om uh, een van de meest uh, dominante of meest grote videoproductiebedrijven te worden in de wereld. Mm -hmm. Ik denk dat uiteindelijk, als je kijkt naar video en ook de, de, de hoeveelheid videomakers en de hoeveelheid video die geconsumeerd wordt, dan is er nog steeds een enorm gat in de markt rondom videoproductie. Yep. We beschreven aan een aantal andere tools die, uh, die beschikbaar zijn. Mm -hmm. Maar vandaag de dag met een extreem snelle iPhone. 30 frames per seconde kunnen processen met, met vision ook, dus machine learning algorithms... En, en daaruit kunnen snijden, die beelden direct beter kunnen maken. Uh, dat zorgt eigenlijk voor een hele uniek nieuw landschap... waarmee je het ja. makkelijker kan maken om te produceren. Dus ons doel is om video toegankelijk te maken voor iedereen. En dus niet alleen voor mensen die een hele videoproductie crew neer kunnen zetten... of die ervaring hebben met het maken van video... En ik denk dat je dan uiteindelijk een, een tool kan bouwen waarmee je uh, daadwerkelijk video toegankelijk maakt. Niet alleen voor mensen die een editor rijk zijn, maar dat op dezelfde manier doet als de gemiddelde social media platforms. Dus we ja. zijn bekend geraakt met video. Mensen maken video. Maar doen dat eigenlijk met de, plat, met de platform tools. Dus als ja. jij op TikTok post, dan kom je daar redelijk wel doorheen. Dat is redelijk makkelijk en intuïtief. Dat soort tools maken toegankelijk voor langere video's. En wie gaat dit uiteindelijk kopen? Dan? Zeg maar, wat is je, heb je een exit-strategie? Nee, ik ben dit echt... Dus heb je de exit-slide al gemaakt? Nee, ik heb geen exit-slide deze keer. En ik denk mm -hmm. dat dat ook wel anders is... ...toen ik de derde keer begon met, met een bedrijf... ...waar de naïevels dat ik was bij, bij Usabilla... ...en bij Human, de fitness-tracker... ...had ik daar een soort van idee van... Nou, ...ik wil succesvol zijn. Succes meet je dan door iemand anders... ...daar een prijs op te laten plaatsen. Mm -hmm. Nee, ik zou heel graag... Uh, ...500 miljoen mensen video laten produceren. En... De markt in dat opzicht is um, extreem groot. Dus, als voorbeeld: uh, CapCut, de video-editor, geleerd aan TikTok, mm -hmm. heeft uh, 490 miljoen gebruikers. Mm -hmm. En dus, mensen onderschatten vaak hoe groot video is videoproductie. Ja. en videoproductie. Dat zijn voor mij voorbeelden van: ik zou heel graag een product willen maken wat toegankelijk is voor een heel breed publiek. Uh, waarmee je de mooiste verhalen kan ontleden en, uh, en kan publiceren. En dat zit in communicatie, dat zit in marketing. Um, en dat is mijn doel. En die exit, ja, weet je, ik, ik heb het niet nodig. Um, ik vind het niet zo boeiend ook. Mm. Um, ik zou het veel vetter vinden om dit een heel succesvol bedrijf te maken. En mm. met, uh, met een gezonde omzet, een gezonde business. Um, en daadwerkelijk impact op mensenlevens. Zou je dan ook een eigen kanaal willen, uiteindelijk? We publiceren heel veel. hebben dus een eigen videokanaal. Dus onze videomarketing is met name gericht op het maken van video en hoe je het makkelijker. Uh, hoe hey, makkelijker... Ik, bedoel, ik bedoel meer naar de. Zou je uiteindelijk zou detail ook uit kunnen gooien naar een. Ik noem het even Facebook 3.0. Dus dat je dat. Oh, ik denk dat daar zeker ruimte is. Ik denk niet, niet zozeer. Ik zou het minder zoeken in het sociale, maar het publiceren van een video is. Het klinkt heel makkelijk, hè? Je kan het op, op YouTube plaatsen. Maar met name dingen die je niet per se um, in het publieke domein wil gooien. Ah. Um, Blijft het nog best wel lastig om. Het is vrij beperkt wat je met een YouTube link kan doen. Dus je kan een video bijvoorbeeld op YouTube zetten en dan unlist het, en dan is het niet direct publiek toegankelijk. Maar de incentive voor YouTube om die video te hosten. en dan je vervolgens door te sturen naar een andere video op een ander kanaal. Uh, is natuurlijk heel anders. Ze mm -hmm. dus merken dat we bijna natuurlijk daar naartoe getrokken worden. ook om video's te publiceren. en, en video's te hosten voor mensen. Dat doen we dus ook. We maken het makkelijker om video's online te zetten. en met name privé te delen in een, ja. in een beschermde omgeving. En ik zou het zeker niet uitsluiten dat een deel van de video en de content, en met name het type content wat we maken, wat vaak meer verhalend is ja. en niet, niet per se de 15 seconden race to the bottom van 30 seconden clips, uh, vaak iets inhoudelijker. Um, ik zou zeker niet uitsluiten dat het uiteindelijk groeit naar een plek waar jij je eigen video's kan hosten en misschien ja. ook andere video's zou kunnen bekijken. Ja. Wat is de rode draad tussen uh, Userbila en Human en uh, Detail? De leercurve, denk ik. <laughs> nee, ik wist, ik wist de, bij de derde, toen ik de derde keer opnieuw startte, wist ik heel goed dat ik iets wilde doen wat uh, op het snijvlak zat van, zit van consumenten en bedrijven. Uh -huh. Ik wilde een bedrijf starten met een heel heldere, directe lijn naar business. Dus ik wilde niet aan de consumentenkant zitten zoals bij Human, waarbij je direct met consumenten um, eigenlijk een soort van je, je omzet moet halen uit, ja. uh, uit de individuele consumentenportemonnee dus ik wist dat het aan, aan de, de businesskant zat en die, die, die markten die lopen steeds meer in elkaar over dus B2B en B2C dus business to, to business en business to consumer is eigenlijk heel erg verweven dus als je het hebt over een podcast ja wat is dat nou is dat ja. een consument of is dat business ja. dus dat was een hele natuurlijk type bedrijf ik zoek altijd of ik zocht ook bij de vorige keren op de snijvlak van wat technisch mogelijk is dus ik keek naar videoproductie en video, de, de markt van video als alle ingrediënten zijn veranderd. Dus vijf jaar geleden kon ik niet 30 frames per seconde door een algoritme inhalen om jouw gezicht te herkennen en de achtergrond eruit te snijden en objecten te detecteren in deze scène. En vervolgens die hele scène opnieuw weer te composeren. Dus ik, ik, dat kon technisch niet. Ik kon geen 4K video, dus, vier, dus een hoge kwaliteit video met 30 frames per seconde in real-time produceren. En dat kan nu wel. Op een smartphone. hè? Op een smartphone. Hoe hard ja, het op, op eigenlijk bijna iedere ja. twee, drie jaar oude smartphone. Dus wat wij kunnen doen is we kunnen in real time met 30 frames per seconde gezichtsherkenning toepassen, handherkenning toepassen. We kunnen de voorgrond en de achtergrond scheiden. We kunnen die frames vervolgens opnieuw tekenen en opnieuw inkleuren. En dat vervolgens presenteren aan de gebruiker. Ja, dat was technisch gezien. En tegelijkertijd kunnen we in de achtergrond nog algoritmes draaien om voor spraakherkenning en andere dingen. Ja, dat was niet mogelijk. Dus er, zijn een, er is een unieke vorm van ingrediënten en capabilities op moderne iPhones en ook moderne camera's. Waarmee wij op een hele andere manier het probleem aan kunnen vliegen. Op een hele andere manier kunnen kijken naar hoe je video maakt en hoe je dat in real time ziet. Dus what you see is what you get. Wat je vroeger had voor de video, voor web-editors. ...was een moment waarbij de code in één keer gepresenteerd werd op het scherm... ...en je op het scherm kon gaan plaatjes slepen. Plaatjes tekst slepen en de, slepen, der slepen, de code werd Ja, dat kunnen we eigenlijk met video kunnen ja. we in real time... ...what you see is what you get. Dus die video kunnen we in real time gaan produceren... ...net als dat vroeger zeg maar, als je, een andere metafoor is... ...als je kijkt naar een songfestival of een, of een live uh, voetbal. Misschien wel voetbal, een mooi voorbeeld, en uh, heel erg timely een voetbalwedstrijd wordt achter de schermen geredigeerd. Er is iemand achter de schermen die de shots, de verschillende camerahoeken kiest en dergelijke. En dat doet op een manier zodat je de, de wedstrijd het beste in kaart brengt. Dat is eigenlijk wat wij gaan, gaan doen voor camera's. Mm. En we kunnen dat vandaag de dag met consumentencamera's die iedereen in, in haar of zijn broekzak heeft. En dat geeft een unieke nieuwe soort van playground waarmee je op een andere manier naar producten kan gaan kijken, op een andere manier productontwikkeling kan doen en dat is voor mij de rode draad. Dus dat was bij Human was het fitness tracking was technisch praktisch onmogelijk. Ja. Toen we twaalf jaar geleden fitness tracking deden, konden we de hele dag je activiteit in kaart brengen met alleen maar je GPS. En de eerste versies slurpte je batterijen ongeveer drie vier uur tijd leeg. Maar we hadden het idee als fitness tracking een commodity wordt, dus op ieder toestel aanwezig is, kunnen wij de gameplay daarboven opbouwen. Dus kunnen wij jou inspireren om actief te worden. Dus als dat ding gewoon Draait en Apple of Google dat zouden mm -hmm. doen, wat op dat moment nog niet gebeurde, dan kunnen wij daar iets omheen bouwen. En dat, wat we daar omheen bouwden was de uh, Daily 30, dat was 30 minuten fysieke activiteit per dag. Dat is een cirkeltje die volliep van 0 tot 30. En dat was de essentie van de app. En bij User was het idee: kunnen we het live feedback op live webpagina's doen? Want als je dat doet, dan kun je continu feedback ver verzamelen op die webpagina. En het, de pagina's zoals dat de consument hem op dat moment ziet. Kun je bevragen en kun je informatie overzamen. Dat was technisch in het begin niet mogelijk. Maar we wisten, als we die feedbackloop hebben, dan wordt de marketeer of de websitebouwer de volgende ochtend wakker met feedback. En iedere dag weer. En dan kun je die webpagina verbeteren. Dus de rode draad is eigenlijk dat we zoeken naar een soort van snijvlak van het is nu net niet net wel mogelijk. Je hebt de ingrediënten. Als die ingrediënten er zijn, hoe kunnen we daar nou iets unieks van maken, waarmee... het, volledig het hele model van maken of van verzamelen ja, ja, of van informatie het. omzetten. Ja, ja. En dat uh, is bij video nu op dit moment we heel relevant. En met ja. ik wist niet, <laughs> ik wist drie jaar geleden hadden we het idee dat we dat met eigen modellen moesten doen met eigen machine learning modellen en AI modellen. Ik wist drie jaar geleden niet dat we large language models zouden kunnen gebruiken ja. om automatisch video te kunnen editen. And we've only just started, hè? Eh? Het is absurd en dus ja. de ingrediënten worden alleen maar. Het, het wordt steeds het, ook nu Apple, uh, Apple Intelligence is net aangekondigd, net voor de opname. Dat verandert eigenlijk het hele model van je telefoon. Dus ja. als, je, als je daar nog iets dieper over nadenkt, dan heeft Apple eigenlijk een soort van nieuw paradigma voor apps aangekondigd. Waarbij applicaties een soort van. Die verdwijnen naar de achtergrond. Yeah. Dat is een belangrijk deel van de applicaties die wij dagelijks gebruiken op onze telefoon om dingen te doen. Dus om werk te verrichten of om taken, creatieve taken te verrichten. Gaat onder de motorkap. Ja. Gaat, gaat naar onder. Ja. En daar wordt dat schil of een laag van dingen bovenop gebouwd waarmee je interacteert. En dat betekent dus dat het editen van een video. Dus wij zeiden we maken video-editing obsolete waar wij naartoe werken nu is dat je een video van je foto's pakt en dat we je gewoon automatisch de hele rimram kunnen produceren of dat je de app opent en direct de twee camera's connected zijn en je ze opneemt. Zodra je klaar bent met opnemen is deze podcast geproduceerd. Mm. Dat, is niet, dat klinkt als een soort van utopisch. Toen ik drie jaar geleden begon keek mijn investeerders me aan en zeiden van, mm. Mm, sure we'll see. <laughs> um, maar iedere keer werken we naartoe om dat meer werkelijk ja. uh, te maken. Ja. Ja. Ja, ja, ik geloof als ik zie hoe, hoe wij nu al anders werken dan twee jaar geleden. En ja, dan, ja. Nogmaals, het gaat net beginnen. Uh, tot slot, ik ben een jonge gast die zit te kijken. Uh, en uh, ik, uh, ik wil aan de bak en ik wil ook die start-up wereld in. En ik wil wat nieuws beginnen, maar ik heb nog niks. Uh, wat is het belangrijkste wat hij of zij moet doen? Uh, je niet tegen laten houden en vooral veel absorberen, leren. Ik denk dat een van de dingen, en ook nu weer... Verandert ook niet door de jaren heen. Je moet gewoon of je moet, je moet helemaal niks. Dat ten eerste ja. <laughs> je moet helemaal niks. Ja. Nee, ik denk dat dat voor mij persoonlijk uh, uh, altijd een soort van key is geweest. Is dat ik iedere dag gewoon probeer te leren en probeer te begrijpen en, en pers perspectief ver verzamelen en vervolgens aan de slag ga. En, mm -hmm. Het voorbeeld is, ik was geen hele goede programmeur, verre van toen ik met User begon, maar ik kon wel met een spreadsheet mijn eerste prototype maken. En ik, je, je kan vaak met bestaande ingredi ingrediënten gewoon aan de slag. En ik denk dat het belangrijk is dat je je heel erg probeert te verdiepen over, om, in hoe iets werkt. En met name in de sector waarin ik werk, dus de technologie is dan is mijn ding. En ja, daar is het gewoon extreem belangrijk dat je niet... Tegen laten houden door grenzen van rollen en noem maar op. Ja, ja, ja. Dus de beste teamgenoten waarmee ik samenwerkt, die, zijn ook niet, die kun, je, kun je niet in één, één hokje plaatsen. Dat zijn dus de engineer die ook creatief nadenkt over, ja. uh, over um, designoplossingen. Het is de designer die um, uh, in de vrije ja. tijd een webpagina in elkaar sleutelt en daar meer over wil leren. Of probeert te, aan het experimenteren is met ChatGPT om bepaalde dingen te genereren. Dus uiteindelijk is het aan de slag aan je mouwen oprollen en een soort van DIY, do it yourself ja. mentaliteit heeft mij altijd heel erg geholpen. En ik denk dat dat ook hetgene is waarmee je ideeën tot leven kan brengen. En, en heel vaak krijg ik een soort van pitches of concepten. En dan is de mededeling, ja, we, zoeken dan een, we hebben zoveel geld nodig om dan een technisch team erbij te zoeken om ons idee uit te voeren. Ja, dat gaat niet werken. Zo, zo zit de wereld in niks. Met name vandaag de dag is er niks wat jij tegen zou moeten houden. Zelf, als je dat idee kan verzinnen ja. en op kan schrijven en er een businessplan van kan maken, zou ik zeggen, dan kun je in ieder geval het eerste prototype en de eerste concepten zelf ook uitwerken. En, want dat probleemoplossend vermogen is bijna een kritieke skill om als ondernemer aan de slag te kunnen gaan. En dus als je dat niet al kan buiten jouw gebaande pad als consultant of als, als business owner, of, ja, dan, dan ga je nog heel veel problemen tegenkomen waar je ook... Je mouwen voorop moet stropen die niet binnen jouw straatje passen waar je uiteindelijk ook zelf mee aan de slag moet. je dankjewel. Leuk dat je Dank. mijn gast was en heel veel succes. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het uh, kijken naar uh, een prachtig ondernemersverhaal op CVD TV. Heb je zitten luisteren naar de podcast? Uh, dankjewel voor, uh, voor het luisteren. En uh, abonneer je op CVD-TV. Dat uh, vind ik super leuk. Want dan wordt ons kanaal weer groter, kijken er weer meer mensen. En belangrijker nog, dan mis jij helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi.